Al diverse jaren organiseert Kasteel Tongelaar in Mil samen met de jongens van de Blauwe Knoop het bierfestival Beer & Music. Dit doen zij elke laatste zondag van de zomervakantie. En zo ook dit jaar, op zondag 18 augustus. Dat speciaal bier anno 2024 nog steeds enorm in is, bleek wel uit de grote publieke belangstelling tijdens Beer & Music. Mede door het prachtige weer en de sfeervolle omgeving van Kasteel Tongelaar genoot het publiek volop van diverse speciaal bieren. Naast de speciaal bieren van de Blauwe Knoop zelf waren er ook speciaal bieren te proeven van twee andere brouwerijen. Ja, het is een super dag zoals je ziet. Ik denk wel bijna 350 mensen al. Dus we hebben drie brouwers. Wij natuurlijk, de Blauwe Knoop. De Kuikse Brouwbrigade die staat daar. En de Wilskracht uit Ravenstein. En we hebben samen 21 bieren vandaag. Dus iedereen kan volop genieten van al onze lekkere bieren. Wij hebben speciale jubileumuitgaven. Jubileumbier. Wij bestaan vandaag, of eigenlijk afgelopen 15 augustus, 10 jaar met onze brouwerij. En we dachten van na die 10 jaar, is de passie daar nog wel zoals die er vroeger was? Het antwoord is ja, alleen het is ietsjes minder als hoe we begonnen zijn. Het is nu meer het dozen schuiven, zeg maar. Dus alle slijters voorzien van bier, alle horecagelegenheden voorzien van bier. Dus eigenlijk van onze passie, het echte bierbrouwen, kwam weinig van. Dus we hebben ook besloten om te gaan stoppen. En na 10 jaar, en om weer gewoon terug naar de basis, dus thuis brouwen, een klein keteltje, 50 liter, barbecue aan, biertje erbij. Dat is eigenlijk gewoon weer zoals het vroeger was, een hobby. Dus helaas voor iedereen kunnen jullie niet meer gaan genieten van onze lekkere bieren. Of je moet bij ons in de tuin komen zitten. Ik ben van de Kuikse Brouwbrigade. Wij zijn in 2018 begonnen, toen nog met 3 man. Inmiddels zijn we met z'n tweeën, René en ik. We zijn al 6 jaar druk bezig. En dit jaar zijn we voor het eerst wel vol aanwezig, ook op festivals. Welke bieren hebben jullie onder andere allemaal hier? We hebben onder andere onze Blond. Hè, dat is verreweg ook het meest best draaiende bier. Die wordt ook in Kuik getapt op een paar horecapunten. Maar daarnaast hebben we dit jaar ook een aantal specials voor dit festival. Dus bijvoorbeeld een wit bier. We hebben een sour bier. Het zijn typisch van die bieren. Ja, die zie je ook de andere brouwers. Die hebben dat niet snel. IPA's. We hebben 2 verschillende IPA's bij ons. Het zijn typisch van die bieren. Ja, dan probeer je daar toch een onderscheid mee te maken. Nou, had je de drukte zo verwacht? We zijn zelf een keer als eindgebruiker. Gewoon zelf een keer als consument. In 2019 hier al geweest. Het was ook al zo knijterdruk. Er staan de mensen ook buiten het kasteel en super gezellig. Dus we wisten al van, dat kan best wel druk worden. Vooral met mooi weer. Het is een prachtige dag vandaag. Wat brengt u nou aan het bierfestival? Ja, inderdaad wat je zegt. Het weer, de vrienden en de biertjes natuurlijk. We zijn hier met drie stelletjes die net binnen 3,5 maand kleintje hebben. En dan is het even het vatten en moeke uit, hè? Wij zijn goede vrienden van de Blauwe Knoop. Dus die jongens doen we hier ondersteunen. Ja, want ze gaan stoppen dit jaar. Ja, ze gaan stoppen. Ja, wel begrijpelijk. Dus dat de 10 jaar hobby gedaan. Of ja, op een gegeven moment wordt het geen hobby meer. Dus dan snap ik wel dat ze stoppen. Ja. Wat brengt u bij het bierfestival vandaag? Ja, de dorst, hè. Het is dorstig weer. En lekkere biertjes. Dus ja, de combinatie is hier perfect. Het is heel veel werk. En eigenlijk, je verdient er niks aan. Maar ik vond het wel mooi dat ze het zoveel jaren volgehouden. Ja. Ik weet nog hoe ze begonnen zijn. We zijn meteen obligatiehouder geworden om ze te steunen. En ze hebben het toch 10 jaar volgehouden. Dat is toch heel mooi. Ja. Ja. Ik ben 5 jaar geleden was ik hier uitgenodigd bij de Blauwe Knoop. Toen hadden wij ter gelegenheid van 5 jaar bestaan van de duomarathon. Hadden wij een speciaal biertje laten brouwen door deze mannen. En dan ben ik hier gaan proeven. En ik was helemaal verkocht. Heerlijk bier, mooie locatie. Dus sindsdien bezoek ik trouw dit bierfestival van de Blauwe Knoop. Ja,
Hadden jullie de drukte verwacht vandaag? Nee, gehoopt natuurlijk, maar niet verwacht, maar wel gehoopt. Ja, ja. Zeker. De Blauwe Knoop die stopt dit jaar met het maken van de biertjes. Wat vindt u daarvan? Nou, ik schrok wel eventjes, want wij verkopen die biertjes natuurlijk ook bij ons. Maar aan de andere kant, alles heeft natuurlijk een reden. En als ze stoppen, dat is voor hun natuurlijk, dat is hun besluit. En moeten wij gewoon respecteren, maar ik zal ze wel gaan missen. Voor de jongens van bierbrouwerij De Blauwe Knoop was dit ook wel een bijzondere editie. Want onlangs maakten ze bekend na ruim 10 jaar te gaan stoppen in de huidige professionele vorm. De jongens van De Blauwe Knoop blijven bierbrouwen, maar dat vanaf eind dit jaar zoals ze ooit begonnen. Als echte hobbybrouwers.